Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken mosseltjes met kaffir, kokos en curry. Wat hebben we nodig? Mosselen, uien, look, kaffir, limoen, kokosmelk, groene currypasta, olijfolie, groene peper en koriander. We gaan beginnen met de mosseltjes. We gaan eerst de mosseltjes reinigen. Waar je moet opletten is eigenlijk dat de mossels mooi dicht zijn. Een mossel die dicht is, wil zeggen dat de mossel supervers is van kwaliteit. Dus we nemen een kom. We doen daar onze mosseltjes erin. En we gaan de mosseltjes mooi gaan spoelen met koud water. Hou de mosseltjes aan afgieten. En nu gaan we ze voor een tweede maal mooi gaan spoelen. Nu gaan we de mossels gaan opkuisen. We gaan eigenlijk de baren er gaan afhalen. Dat doen we met een mes, een klein mesje, het punt van een mes. Mooi gaan schrepen over de mosselschap. Nu nemen we een steelpan. Doen we olijfolie in onze pan. En nemen we een teentje look. De look die gaan we mooi pletten. We halen het middenste uit de look. We gaan de look mooi grove stukken snijden. Die gaan we mooi aanbakken. Snijden we ui midden door. Die reepjes gaan snijden. Die voegen we toe aan onze look. Dan nemen we onze groene peper met een doorsnijden. De zaadjes die gaan we niet gebruiken, want anders gaat het veel te pikant en veel te straf zijn. Die gaan we mooi fijn snijden. De groene peper die mag bij de uitjes. Hier hebt u Thaise groene currypasta. Die kunt u vinden of kopen in een Chinese supermarkt. Dat voegen we ook toe aan onze uitjes. Hier hebben we blaadjes Thaise kaffir. Die kunt u ook vinden in de Chinese supermarkt. Gaan we onze gewassen mosseltjes erbij doen. Gaan we wat kruiden met peper. Klein beetje zout erbij, grof zeezout. Daarmee moet je wel wat opletten, want mosseltjes die komen uit de zee, die zijn zeer ziltig. Dus als je daar te veel zout aan toevoegt, gaat dat te overheersend zijn, gaat dat niet lekker zijn. Nu gaan we alles bevochtigen met kokosmelk. De mosseltjes die zijn ongeveer nu een 2 à 3 minuutjes gekookt. Ze zijn mooi open gegaan. We gaan ze eigenlijk gaan haren totdat ze juist open gaan van de warmte. Dan zijn ze eigenlijk goed. Onze kokosmelk die smaakt super lekker. Gaan we afrissen met limoensap. De mosseltjes in ons bord. Wat uitjes erop. Dan nemen we wat kokosjus. Gaan we nog afwerken met wat een beetje limoenrasp. En wat verse koriander. Mosseltjes met kokosmelk, curry en kaffir. Ziltig, pittig en fris. First Class. Zeker lekker. Tot de volgende keer.